We beginnen met het laatste nieuws uit Etten-Leur. Daar is vanmiddag geschoten in de Deken Koopmanslaan. Volgens de politie raakte niemand gewond. De schutter houdt zich nu schuil in een huis. Onze verslaggever is Erik Peters in Etten-Leur. Ja, Erik, wat is het laatste nieuws daar? Nou, wat we zien, het is nu 5:30. Er lopen nog steeds agenten in kogelvrije vesten hier rond het huis. We houden het huis nauwlettend in de gaten, want ja, er zit mogelijk iemand met een wapen binnen. Dus het huis wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Er zou inmiddels ook een gespecialiseerd team van de politie onderweg zijn om mogelijk in te gaan grijpen. Daar hebben we verder nog geen bevestiging over gekregen. Maar samenvattend, het huis wordt heel goed in de gaten gehouden. Er is een grote omgeving rondom het huis helemaal afgezet. Mensen mogen even de straat niet in. Dat allemaal waarschijnlijk omdat de man dus mogelijk gewapend is. En weet je ook waarom er is geschoten? Nou ja, groot voorbehoud moet ik daarbij maken. Maar ik heb net iemand gesproken die in de buurt van het gezin woont waar ook deze man deel van uitmaakt. Het zou zo kunnen zijn dat er twee meiden vanmiddag hebben aangebeld bij de woning. En de oudste, omdat ze verhaal kwamen halen, omdat die oudste zoon hen iets zou hebben aangedaan. Nou, die oudste zoon is daardoor door het lint gegaan en zou daarbij mogelijk, ik zeg met nadruk, mogelijk hebben geschoten. Dat is wat wij hier meekrijgen van buurtbewoners. Erik Peters in Etten-Leur, dankjewel. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws daar.